Ja, want dat zal toch vooral het gevoel zijn. Dan vraag ik aan Ryan Zanussi, die inmiddels bij ons is komen staan. Van, ja, je begint toch op een te denken aan de punten? Ja, klopt. Ik denk dat het echt een wedstrijd voor ons was waar het echt alleen op strijd aankwam. Want voetballend kwamen we er gewoon niet aan te pas. En, we vonden gewoon de opties niet en waren te slordig aan de bal. En, maar oké, dat gewoon geaccepteerd. En we probeerden gewoon dicht te houden en proberen gewoon die 1-1 vast te houden. En helaas is dat niet gelukt. Ja, als je Mirik Kleusma niet blijft vallen, ja, dan ga je er inderdaad op hopen. Wij vonden wel dat jullie de bal wel heel kort in de ploeg wisten te houden in de tweede helft. Hè? Nee, klopt. Denk je, de hele wedstrijd dat was echt een zwak punt van ons vandaag. We kregen de bal gewoon in de ploeg. We waren meteen kwijt, waardoor we elke naar achter werden gedrukt. En het was gewoon echt heel matig vandaag. Dan kreeg je het naast je te maken met een debutant, Abdou Haroui. Ja, wat vond je ervan? Ja, die jongen heeft gewoon zijn uitstekende best gedaan vandaag. En het was ook een hele moeilijke wedstrijd om te debuteren, denk ik. Maar chapeau voor hem, hij heeft gewoon alles gedaan wat hij kon. Meer kon hij niet doen. Ja, die voorsprong die kwam een beetje uit de lucht vallen. Hè? Dat was ongeveer de eerste kans die jullie kregen. Ja, maar een goal is een goal. Hè? Dus ook, het was niet echt verdiend of zo. Maar ja, 1-0 is 1-0. Dus dat was gewoon goed. Ja, en die komende wedstrijden, ADO en Roda, daar zal er misschien bij jullie ook intern al een beetje over zijn gegaan. Ja, dat zijn de 6-puntenwedstrijden. Dan moet het gebeuren. Dit was een bonuspunt geweest. Hè? Klopt, dit was een bonuspunt geweest. En de komende wedstrijden zijn de wedstrijden waar we gewoon echt 6 punten moeten pakken. Zo simpel is het. Succes ermee, want de punten moeten een keer gaan komen voor Sparta.